een succesvol programma begint voordat het begonnen is. Over het algemeen begint een congresprogramma op het moment dat de dagvoorzitter het podium oplopend en de dag opent. Ja, in afwachting van dat moment zitten mensen in de zaal nog even hun mobiele telefoon te checken of ze maken een praatje met de buurman of ze kijken wat om zich heen. Eigenlijk is dat zonde. Vergelijk het met een voetbalwedstrijd in een groot stadion. Daar is iedereen gekomen natuurlijk voor de wedstrijd, maar voordat die wedstrijd begint wordt er al een half uur lang opzwepende muziek gespeeld. Om er maar voor te zorgen dat op het moment dat die wedstrijd begint, iedereen in de juiste sfeer is en op het puntje van zijn stoel zit. Hetzelfde kun je doen bij jouw event. Je kan bijvoorbeeld op het moment dat mensen de zaal binnenlopen al muziek aanzetten. Muziek die past bij de sfeer die jij graag wil hebben bij dat event. En zet de muziek niet te hard, maar zeker ook niet te zacht. Een alternatief is dat je bijvoorbeeld op het podium, nog voordat het programma begint, als de mensen binnenlopen, een slideshow laat zien met plaatjes of een filmpje over het thema wat die dag centraal staat, of wellicht met het programma van het jaar daarvoor, dat mensen dat nog weer kunnen herinneren hoe het vorig jaar was. Wat dan zal gebeuren is dat mensen al over dat thema wellicht gaan praten met elkaar. Wat in ieder geval gaat gebeuren als je muziek draait of je laat zo'n filmpje of een slide deck zien, is dat mensen al in de goede sfeer zitten en gefocust zijn op het moment dat de dagvoorzitter het congres opent. Want eigenlijk is het programma dan al een beetje begonnen.